Hoi! Welkom bij een nieuwe aflevering van Metaal Detectie Bovenstreep. We gaan dit keer iets anders doen. Jullie zien dat wij mooie haringen vast hebben, gekleurde haringen. Ik heb rood, Ferdinand heeft geel. En wat we daar nog mee gaan doen, we gaan een leuk element toevoegen in het zoeken. We gaan er een klein wedstrijdje van maken. Dat betekent dat als we iets leuks hebben, of we denken iets leuks te hebben, een munt, een knoop of een ander object, dan plaatsen we daar een pennetje bij. Achteraf gaan we kijken wie de meeste dingetjes heeft gevonden. En wie de meeste punten heeft, die heeft gewonnen. We hebben 10 haringen, allebei 10. Dus we kunnen maximaal 10 punten verdienen. En wie de meeste punten heeft, die wint. En wie wint? Die trekt dan op een biertje. Dat vind ik een hele goeie. Dat bedoel ik maar. Kijk gezellig mee. Hoi! Hoi! Nou, al paaltjes zijn geplaatst. Dan zie je de gele van Ferdinand, de rode van mij. Van mij staan iets meer verspreid. Dus gaan we eens even kijken wie de winnaar is van deze wedstrijd. Nou, we gaan het eerste pilaartje eruit halen. Daar komt hij al binnen. Ongeveer 12. Het is geen super signaal, maar. Oh, dat gaat hem. Zo. Er zit er nog in, hè? Er zit hier meer aan mijn kant. God, dan zit hij diep. Oh, die toep. Ja, dit is in ieder geval geen punt. Dit is in ieder geval een troepje. Troepje. Ja. Dit keer geen punten, maar we gaan naar de volgende. Gaatje nummer 2 van Ferdinand. Oh, zwart. Zwaar. Nou, te klein. Oh, verschrikkelijk. Dat zit erin. Toch weer in het randje. Ja. Bij het randje, het kar. En dit is. Het is een muntje! Het is een muntje. 1 punt voor Ferdinand. Nummertje 3. Nummertje 3. Ja, natuurlijk een mooi signaaltje, maar weer zo'n, ding. Aluminium clipje. Ja. Troep. Nummertje 4. Nummertje 4. Gaat je een beetje groter maken. Ja, dat was een goed signaal. 22, 23 VDI. Ja. Op zich vrij hoog. Hou op het gele zand. Hij is zo bijna 30 centimeter. Vaak met goede signalen die erg diep zitten, kan ook een troepje zijn. Hè? Het is een troepje. Hatseflats. Hatseflats. Ja. Helaas. We gaan weer verder. Gaan we verder. Ja. Gaan we weer. Nummertje 5, hè? Kijk, hij is hier wat.
Het is hier van het muntje. Ah, kijk. Het is hier wel. Hij bleef een mooi strak signaaltje. Dus, mooi. Twee puntos. Twee puntos. Bier is al bijna binnen. Ja. We hebben hier van Target nummer 1 van Gert-Jan. Target 1. Hoeveel VD had je op de... 26, 27. Op. Ja. Zit hij gewoon hier, hè? Ja, eens kijken wat de vondst is. Ja, wat is het? Een hol spiekertje. Ja, dat lijkt wel een spijkertje. Ja. Nou ja, dit is dus 0 punten. Helaas. Pindakaas. Op naar de volgende. Ja. Target nummer 2. VDI 33. Gewoon even pinpointen. Dat is een mooi muntje is veranderd. Ja, maar remmen. Geen idee. Ik denk dat het een troepje is. Ja, lijkt er wel. Kunnen we er weinig van maken. Het was wel een leuk signaaltje, maar ja. Nee, rotzooi. Helaas. Ik zag alleen dat zilver. Ik denk van, oh, zou dat geen zilver zijn? Maar dan kijk je op die VDI, zou dat, klopt dat niet. Nee. Nee, we gaan gewoon weer verder. Op naar target nummer 3. 0 punten. 0 punten, helaas. Nou, we zijn inmiddels aangekomen bij target nummer 3. Schakel tussen de 30 en 34 VDI. Hij is al uit het holletje. Uit het holletje gekropen. Wel iets kleins. Ja. Nee. Hij ging zo tekeer. Ja. Maar weet je wat dit is? Een troepje. Troepje. Ja, jammer. Nou, op de target nummer 4. Inmiddels zijn we aanbeland bij target nummer 4. 50. 49, 50. Niks. Ja, weer een troepje. Ik kan me niet voorstellen dat het is, ja. Ja, het is niks. We hebben weer 0 punten. 4 targets, 0 punten. Op naar target nummer 5. Bijzonder dat hij zo hoog is, ja. Ja, inmiddels beland bij target nummer 5 van Gert-Jan. Stabiel op 33. Ik denk dat het een muntje is. Een klein object. Ja, het blijft nog steeds op 33. Dus dat kan bijna niet anders dan een munt zijn. Oh, dat zal geen munt zijn, joh. Ach. Ja, we gaan ervan uit en hopen dat het muntje is in ieder geval. Soms weet je het bijna zeker. Niet? Het is een zegelootje zeker. Nee, ik weet niet wat het is. Oh. Zeg maar, wat is het? Ja. Het niks. Ik wil een stuk ornament. Maar ja, zware tik misschien. Ja. Het is niks. Ik beschouw het als niks, dus weer geen punten. 5 targets, geen punten. Nou, op naar target nummer 6. Ze zijn in principe, het klinkt goed. Ja. 6. Target nummer 6, vlakbij target nummer 5. Gok op weer een muntje. Of een zegelootje, zeg ik ook nog. Ja. Ah, die hebben we gisteren nog niet zoveel gevonden, hè? Nee. Een stuk of 10 per persoon, nou ja. Ah, ligt er net naast. Schouwen die er net uit. In. Steeds van. Nieuw. Het lijkt op. Een troepje. Ja. Een troepje. Ja, ja, nee, is geen munt, nee. Nee. Valt onder categorie troepje bij mij. Ja. Helaas. Helaas, pindakaas. Ja. Target 7. Of ja, 7. Even. Ja, 7. Nee. Deze is hoger. Ah! Ja, het is niet veel, maar. Ja, zo'n kleine
kasknopje-achtig iets. Dus, ja. Maar dat vind ik een objectje. Een kasknopje, ja. Ja. Ja, dat is wel iets. Dat vind ik een punt waard. Ja. Dan doen we het ervoor. 3 points. Target 8 voor Ferdinand. VD 24, 25. Vijf VD. En het is een muntje. Aha. Toch vreemd dat hij er net lag. Eén keer piepen. Ja, waarschijnlijk net weggevlogen. Mag eens kijken, kunnen we zien wat het is. Nee, dat er niet meer. Maar... Nee. Nou ja, misschien nog. Graag. Het is een munt. Het is weer een punt. Punt 4. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja. Dit is target 9 al hier. We komen bijna bij het einde van jouw target. Ja. Ongeveer VD 15. Net in de oude. Ja, inderdaad. En wat is het? Een zegelootje. Deed die nou mee? Nee, zegelootjes deden we niet mee. Hè, dus, nee, dus helaas geen punt. Ja, geeft niet. Het is een vondst, maar zo is dat. Niet goed genoeg voor ons. Nee, helemaal goed. Nou, op naar de laatste target. Ja. Target 10 voor Ferdinand. Ik zie hem al. Hoe de munt was? Nou, of niet? Ja toch? Ja, het is een muntje. Een beetje vervormde muntje. Lijkt het tenminste wel, hoor. Pak hem even stiekem, hoor. Ja, doe maar. Als het geen muntje is, dan is het gewoon geen punt. Ja, dit is een munt, zeker weten. Ja, een munt. Ja. Een beetje beschadigd, maar 5 punten. Ja. 5 van de 10. Ja, 50% scoren. Ja, dat bedoel ik maar, hartstikke flats. Nee, dat ben ik nog een keer. Ja, en nu gaan we naar een vijftal van mij kijken. Ja. We zijn aanbeland bij target nummer 6. Dit moet munt zijn, of iets. Dat zei ik net ook. Ja. Ik hoop dat het nu in ieder geval wel een echte munt is. Hopelijk een zilvermuntje. Blijft op 42. 5 stabiel dus. Ja, ik zie het wel. Ja. Kijk eens. Kijk eens. Een halve Willemscent. Maar niet. Een munt is een munt en een munt is een punt. Ja, dat is zo, ja. In ieder geval goed bezig, tappen. Ja. We zijn aanbeland bij target nummer 7. Vergeet Jan. VD nog zien? Kom er, hè. Dat zal vast wel een mooi VD zijn. Strijk 38. 38, 39. Dus, maar het is mooi stabiel. Ja, kijk eens. Dus ik heb gelijk. Muntje. Ja, kijk eens. Zeker. Een muntje. Een halve Willemscent. Ja, en weer een puntje erbij. Ja, 2 punten. Goed bezig, op naar target nummer 8. Een muntje. Het is in ieder geval uit het holletje. Wat is dit nou weer? Een klein toepje. Ja. Mooi snel. Weer een klein toepje. Nou ja, weer geen punt. Nou, helaas. Dan beland bij target nummer 9, vergeet je aan. Oh. Dat is een tipje. Hij zit echt in het gele. Ja, dus hier gaan we 30, 40 centimeter diep. Nou, hij moet nou. Kijk eens. Kijk eens, voor mij een muntje, of niet? Ja. Ja, kijk eens, hè. Dit is een centimus, Belgische centimus. Volgens mij.
Alhoewel, ja. Nee, nee. Een Duits. Ja, een munt is een munt. Binnen zijn we aanbeland bij target nummer 10 van Gert-Jan. Kijk zo. Maar wat is het? Ik zeg een muntje. Ja, dat klopt inderdaad. Een munt. Oh, de pin moet er nog aan. Kijken of we er nog iets van kunnen maken. Ja. Schoonmaken. Dan even in de spoelbak, zoals Michel altijd doet. In de spoelbak? In de spoelbak. Oh, lekker. Ja, maar dit is nog niet in Duits. Nee, hier is nog leuker. Nou, ik zal zeggen, laten zien aan de kijkers. Daar staat Stuber, dat moet ik te zien. Dat is 1/4 Stuber. Een Duitse 1/4 stuiver. Ik vind het een beetje goed te zien is voor de kijkers. Maar... ja, het is lastig te zien. Ik zal een voorbeeldje in de hoek plaatsen. Van 1/4 Stuber. Ik herken hem, want ik heb hem al een keer eerder gevonden. Ja. Die kant staat ook nog wat op. Wat? In ieder geval toch weer een mooie duit. Dat bedoel ik maar. Ik heb wel verloren met de wedstrijd. Ja, we zijn beide gewoon winnaars. Dat bedoel dus, ik maar. Ook... het was even leuk. Het is leuk, leuk om een keer vaker te doen. Ja. Hoop dat jullie het ook leuk vonden. En dan gaan we nog even broodje eten. En lekker zoeken. En wat ik er wel bij moet vermelden, we hebben dit gezien op, van Jason Jones, dat is een Engelse YouTuber van Norfolk Button Boy. Zeker een keer interessant om naar te kijken. En ja, we denken we gaan het ook een keer doen. Dus een keer leuke elementen in doen. Ja. We houden van metaaldetectie en ook een keer wat anders erbij te doen. Zou je een beetje variatie en maken we het voor jullie leuk? Ik ga de link van dat YouTube kanaal even onderin zetten. Kijk er zeker even naar. Is hartstikke leuk. En ik zou zeggen, we gaan even pauze houden. En tot straks bij de volgende vondst. Dat is een mooie. Een pijlgewichtbakje. Een hele kleine.